Met een bijzondere feestbijeenkomst heeft de Godsbazuin Ministries International, GBMI, gisteren haar 60e jaardag ingeluid. In een bomvol Nationaal Indoor Stadion Nis blikten diverse geestelijke leiders van GBMI terug op de afgelopen jaren. Op een donderdag gehouden persconferentie zei bisschop Steve Meijer dat met deze mijlpaal de GBMI de evangelisatie en het zendingswerk wil intensiveren. De christelijke organisatie heeft gisteren ook haar eigen televisiekanaal El Jovar TV gelanceerd. Patrick Botse, profeet van de gemeente Bethel Opperroem, zegt dat hiermee 1x24 uur gospel gepredikt zal worden. Godsbazuin Ministries, o preekie kisranan kondre, o preekie a evangelie, in season and out of season, we will preach Christ unto them. O preekie Jezus, wie a heer samenleving. Jullie mensen zullen vrijgezet worden terwijl ze kijken. Trouwen ook is de genezing. De wil dat genees. Zet uw hand op uw zieke plek. Trouwen ook draai libi. Met vier wauw wiki baka in a kongre. Met vier wauw opwekking. Apostel Frank Nahar van GBMI bracht de oprichting van organisatie in herinnering. De GBMI werd in 1963 opgericht door zalig Putsi Meijer. Volgens hem is Putsi Meijer op bijzondere wijze door de Almachtige gebruikt. Een heel simpele, eenvoudige man genaamd broeder Putsi Meijer. Ik had een man die zie, en een man die zie, ben je gehoorzaam voor leg a basis voor Godsbazuin Kide, Godsbazuin Ministry International. Koji Masra wa Pigi Anu, voor een man die zie, zalig broeder Putsi Meijer. Halleluja! Mi preekje aan Amandisi, mi collega's aan Amandisi toe. Hij is bij de Heer vandaag, maar ik kan u zeggen, het was een man die gezag en autoriteit uitstraalde. Abede was een man die ben straal uit gezag en autoriteit. In het begin van mijn begeringsjaren, die ben niet aan Amandisi, die ben ab echt vrezen die Amandisi. Maar heilige vrezen, het was een man die ontzag inboezemde. Amen. Abe de man die ben aan Peggy Masra, abe lop kado. De 60e verjaardag is weliswaar groot gevierd gisteren, maar de bijzondere dag voor Godsbazuin Ministries is echter vandaag, waarop de organisatie officieel haar 60-jarig bestaan herdenkt.